De la déception, hein. Se faire revenir deux fois au score. On est déçus aujourd'hui, on était venu ici pour prendre les trois points, donc repartir avec le match nul, c'est une déception. Ik denk dat dat een werkpunt is voor ons, dat wij meer de nul moeten houden. En ja, voor de rest hebben wij positieve en negatievere dingen gezien. Dus ja, we moeten de volgende wedstrijd terug 100% winnen. Het is jammer, maar ik kan niet zeggen dat ik me ongelukkig van het veld stap. Iedereen heeft zich 100% gegeven. En ik denk normaal, en dat bestaat misschien niet in het voetbal, maar normaal moeten we die wedstrijd eigenlijk altijd winnen. Het is niet omdat we het match in main que le résultat final est, que le résultat est fait. Il fallait qu'on reste concentré. We spelen hoog. We weten dat er heel veel ruimte is in onze rug. We proberen druk te zetten, vooruit te verdedigen. En dat heeft zijn risico's. Maar oké, daar komen we nog 1-2 voor. En dan maken ze jammer genoeg een lucky goal. Maar daarvoor hadden we het eigenlijk moeten beslissen. Maar oké, ja. We hebben goed gedaan wat de trainer ons vroeg. Was blijven voetballen zonder risico's nemen. En dat hebben wij van achter heel goed gedaan. En ja, dat is een heel positief punt. Het is de eerste keer sinds 8 maanden dat ik geen pijn meer voel. Dus ik kom van ver. Ik heb nog altijd een lange weg te gaan. Frankie viel gisteren uit en gisteren wist ik dat ik moest spelen. Dus ik heb er hard voor gewerkt. En voilà. Als de trainer mij nodig heeft, zal ik er zijn. En voilà.